Vivaldi. Prachtig met handschriften in de hand. Damascus. En het staat hier van de Rakkerde. En Hunter de Besvaars met Upkus en Huns Krakkels. Wat een entree, dames en heren. Van drie hengsten. Die staan aan het voorportaal van de dichte toer. Hier in deze kerk worden gewerkt. Ik zal zo kort even aan u voorstellen dat de bos hier aan mij voorbij gaat. Excuse me, Vivaldi, wat een binnenkomst. De vak bij Aven Zandvoort in zijn goede woning. Registreerde eigenaar Job van Aarten Terewaarde en Ad Valk in Vorkum. Rex C. de vader, dan Jens en Dolph. Vivaldi komt daar dus sterke en werkverdacht u topjaarstand. Als winnaar van de Platform Cup 5 jaar, winnaar hengste competitie zet. Rex maakt op verveling indruk in de vakrij. De Kuipertswagen weer al op de eerste plaats terug te vinden. Uit zijn eerste jaargang hebben we hier 10 zomer in de tweede bezichtweek gezien. En 3 zijn er aangewezen voor het centraal onderzoek. Stubbel, Velasquez, gevangen door NWD van de Burg uit Hermijnen. Geregistreerd eigenaar Leo Langelaar in Overberg. J.H. van Voskuiden te Woudenberg en Rob van Uitenbeek in Maarsbergen. Ook van Kirk C. van Alaska. We hebben hier een drietal fantastische hengsten al in de baan zien voorbij komen. Hengsten die op dit moment op weg zijn naar de voorbereiding lichte toerniveau. Christian Jobs intermediair 1. En paarden die daar volop voor een training zijn. Jij als trainster van, zeker van Imke, maar ook van onze jeugd. Hoe kijk jij aan tegen de opleiding van deze hengsten richting het lichte toerniveau? Ik vind het heel belangrijk dat die hengsten absoluut de tijd krijgen en, om zich te ontwikkelen, omdat het natuurlijk een dubbele job is die ze te doen hebben. Ze moeten dekken en ze moeten afgericht worden. En daarom is het ook hartstikke leuk om die drie hengsten nu hier te kunnen laten zien, zonder dat ze wedstrijdgericht moeten zijn, klaar zijn in die VHO Cup. Want dat is het niveau van intermediair 1 en dat wil zeggen dat daar series in zitten tot en met om de 2 passen. En daar zitten hele pirouettes in. En als deze hengsten, die daar nog niet helemaal 100% klaar voor zijn, moeten strijden tegen die Inter 1 hengsten en later ook nog tegen die Grand Prix paarden, dan valt dat niet mee en dat is geen eerlijke concurrentie. Omdat ik het heel jammer zou vinden dat je dus snel klaar wil zijn. En dus die ontwikkeling, het sterk worden, de bespiering, dat de tijd niet krijgt. En ik denk, Wim, als je naar Vivaldi kijkt, dat je ook ziet, als je die dus als 3-4 jaar gezien hebt, dat daar enorm veel bespiering bij gekomen is. En dat is bij al die twee hengsten als Hunter Douglas, Voice en Velasquez, is dat precies hetzelfde verhaal. En die tijd hebben ze gewoon nodig. Ja, ik denk als je deze paarden 2-3 jaar geleden keek, toen ze in het begin van hun opleiding stonden, hè, als jong paard begonnen aan een dressuurcarrière, dat je toen eigenlijk al nog heel andere paarden zag, paarden met veel minder bespiering, veel minder mogelijkheid om hun eigen gewicht te dragen, nog veel minder zelfhouding. En als u allemaal deze jonge hengsten in de baan ziet, dan ziet u dat dit op dit moment paarden zijn die met veel uitstraling door de baan bewegen, met veel kracht, met veel zelfhouding, veel expressie. En dat is iets wat we in de dressuurring natuurlijk graag willen zien. Ja, er zijn hier al series aan het rijden. En dan zou je denken, ja maar waarom nog geen Prix en George? En Hunter Douglas Voice heeft al Prix en George gelopen. Maar het is best moeilijk om een hele pirouette te draaien. En we zullen zeker ook zien, en Imke was daar net mee bezig, om werkpirouettes te kunnen bekijken. Zodat die hengsten ook de tijd weer krijgen om zich door te ontwikkelen. En dat ze dus in die pirouettes, voordat ze echt op de plaats gevraagd worden, de galopsprong kunnen blijven ontwikkelen. Want het kunstje alleen is niet zo moeilijk, omdraaien en spinnen, dat kan iedereen. Maar echt de ontwikkeling om de achterhand zo sterk te maken dat ze het gewicht kunnen overnemen, dat is een andere kwestie. En uiteindelijk komen de hengsten er dan heel mooi uit te zien. En ik moet ook eerlijk zeggen, zo Happy ziet er ook mooi uit, hè? Ik vind Happy eigenlijk net zo mooi als Vivaldi. Ik weet niet of dat jullie opgevallen is. Volgens kleur van zijn hoed. Het is natuurlijk niet eerlijk concurreren tegen zo'n mooie combinatie. Of wel? Want jij bent jury. Ben jij daardoor invloed? Ik
denk als wij als jury daardoor beïnvloed zouden worden, zou dat geen goede zaak zijn. Maar wij natuurlijk wel belangrijk vinden in de dressuur dat de paarden met veerkwaliteit bewegen. En jij zei al, het maken van een pirouette, waar eigenlijk de maximale verzameling in galop gevraagd wordt, is natuurlijk een hele opgave voor deze jonge paarden. En als we de dressuur sport op dit moment bekijken, wereldwijd, dan zien we dat we, waar we vroeger blij waren met een pirouette die bijna op de plaats gemaakt werd, en waar we niet zo goed keken, niet zo veel belang hechten aan de kwaliteit van de beweging, dat we nu zien dat iedereen een kunstje, zoals jij net zei, beheerst wil worden. Maar dat we ook de kwaliteit willen zien, zoals deze drie jonge hengsten aan ons op dit moment aan het vertonen zijn. En met andere woorden, kwaliteit in de beweging, kwaliteit in de uitvoering is heel erg belangrijk. Ja, en dan stap. Ze moeten natuurlijk ook even aanhouden tussendoor. Een stap is een beweging die in alle proeven altijd terugkomt, maar dat tevens een controle is of dat de africhting wel in orde is geweest. En of dat de paarden dus mooi durven strijden, de hand mee durven nemen en naar voren durven verlengen in de hals. En de stap is ook een hele belangrijke beweging om te kijken of later de verzameling komt. En dan zien we hier Voice al een klein beetje terugschakelen. Staatssecretaris van Economische Zaken, Jan Heemskerk, voor zijn aanwezigheid hier vandaag. Dames en heren.